Zonder Wilma als mijn gym zou ik nu niet zijn waar ik nu ben, zeg maar. Hoe ik het nu voor elkaar heb met mijn werk, met mijn vrienden, met school en alles. Ik weet dat ik dan allemaal alles een beetje links had laten liggen. De kracht van Jim vind ik dat je iemand uit het netwerk een plek geeft waardoor die echt iets kan betekenen voor die jongeren. De relatie die ik heb met mijn jongeren, ik vind het een hele mooie relatie, want mijn jongeren die is echt excentriek. Ik totaal niet. En het is eigenlijk twee compleet verschillende tegenpolen, maar we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Het maakt niet uit wat er gebeurd is. Het is gewoon een hele goede band. Op het moment dat je ja zegt, dan ga je een commitment aan. Je bent de veilige haven voor de jongeren. No matter what. Ze mogen zelf beslissen. Ze mogen zelf kiezen wie hun gaat helpen. Het ligt niet meer op de schouders van een professional. Nee, je doet het samen met de Jim en het gezin. Als ik het hulpverleners uitleg, vragen ze allemaal, maar dat is toch redelijk complex. Als ik het uitleg aan mijn vrienden, aan mijn familie, aan mijn buren, dan zeggen ze, en waarom hebben jullie dat nu pas verzonnen? Door zo aan te sluiten bij wat er al is, maken we niet onszelf sterker, maar het systeem. En daar gaat het om.